volgende gasten geef ze ook een hard applaus. Promovendi, Jamie Breukel en Amber Kersten. Kom maar bij. Fijn dat jullie er zijn. Ja, het is fijn om hier te zijn. Ja, inderdaad. Even omschakelen. Stel je wel even voor aan de mensen hier in de zaal. Ja, hoi, ik ben Jamie Breukel, promovenda bij Tilburg Universiteit, bij het departement Human Resource Studies en ook medische en klinische psychologie. Dus ik doe een promotieonderzoek in twee verschillende departementen, waarbij ik onderzoek doe naar subtiele uitsluiting op de werkvloer en ook wat voor stressreactie dat oproept in het lichaam bij mensen. Dus hartslag, hoe verandert dat als je wordt buitengesloten? Dank. En ik ben Amber Kersten, ik ben ook promovenda, ook in het Human Resource Studies departement in Tilburg. En ook bij TNO, meer toegepast wetenschappelijk onderzoek is dat. En ik doe onderzoek naar hoe organisaties meer inclusief kunnen zijn. Dus wat we organisaties eigenlijk kunnen leren over hoe zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst kunnen nemen en vooral ook in dienst kunnen houden. Kijk, en nou gaan we een heel vreemd bruggetje maken. Ja, leuk. Ja, want we gaan nu praten over het onderzoek wat jullie hebben gedaan op Lowlands. Ja, een hele klopt. Andere doelgroep dan baby's. En ook ja, misschien heel anders gezien. Dan het onderzoek waar jullie net over vertellen. Dus dat moet misschien een klein introotje krijgen. Hoe jullie elkaar zijn tegengekomen en hoe jullie op Lowlands zijn beland. Ja, misschien leuk om daar even wat introductie over te geven. Dus voor degenen die het niet kennen, Lowlands is een van de grotere festivals in Nederland. Dus echt een muziekfestival ook. Maar ook wat culturele aspecten. En Lowlands organiseert ook ieder jaar Lowlands Science. Dat is echt een onderdeel van het festivalterrein. Dat helemaal toegewijd is aan de wetenschap. Dus ieder jaar plaatst Lowlands een oproep aan wetenschappers om onderzoek te komen doen op het Lowlands terrein. Ja. Daar kun je als het ware op solliciteren als wetenschapper. Ja, want het gaat er serieus aan toe. Je moet ook auditie doen. Dat hoeven de meeste bands niet. Die worden Precies. gewoon geboekt. Maar jullie moeten echt van tevoren langskomen en je verhaal pitchen, zie ik het zo voor. Ja, een heel onderzoeksvoorstel moesten we indienen inderdaad. Dus daar zijn we origineel begonnen met een klein groepje. En toen zijn steeds meer collega's aangesloten. Met z'n tienen uiteindelijk hebben we het ingediend. En dan word je gekozen uit 50 inzendingen, werden wij dus ook onder andere gekozen met nog 9 andere groepen onderzoekers. Ja, en hier staan wij voor onze container, zo deden wij dus, daarin deden wij het onderzoek. Precies, het is heel dit is setting. Jullie hele team, hè? Jullie hebben dus niet met z'n tweeën gedaan, maar en dit zijn allemaal mensen ook van Tilburg University? Ja, klopt. Ja. Ja. En de ultimate Tetris game, daar gaan we dan straks nog wel even natuurlijk wat meer over vertellen, maar ook nog even hoe hebben jullie elkaar dan ontmoet en hoe hebben jullie dan samen, want we hoorden net al jullie onderzoeken, er zijn overeenkomsten, maar liggen toch redelijk ver uit elkaar heen. En dat geldt dan nog voor die andere 7 mensen ook. Hoe hebben jullie dan samen tot een onderzoeksvoorstel gekomen? Nou, dat was zeker wel een uitdaging. Dat wel. Je hebt natuurlijk ook 10 verschillende invalshoeken. Maar daarom is er ook iets heel leuks uitgekomen. Ja. We hebben bijvoorbeeld ook een onderzoeker die doet onderzoek naar playful work design. Dus hoe kan je je werk zo inrichten dat het ook echt leuk blijft voor jezelf. En Amber en ik doen dan onderzoek naar inclusie. Nou ja, exclusie, inclusie relateert er gewoon elkaar. Dus in die zin zijn er wel links vanuit ons eigen onderzoek bij wat we uiteindelijk op Lowlands hebben gedaan. Ja. Ja, en vertel, want wat is er uiteindelijk gebeurd? Er was een retro dance mat. Als u zegt, dat zegt mij niks, zeg mij ook niks. En daar hebben jullie mensen in teams van 4 personen Tetris op laten maken. Tetris ken ik wel, we zien het daar ook, dat is dat spelletje met die blokjes. En die kun je draaien en die moet je goed in elkaar... Vertel, wat moesten mensen concreet doen? Mensen werden bij ons uitgenodigd voor een samenwerkingsspel. Dus Tetris ken je misschien ook wel, het spel dat je in je eentje speelt. Hè? Je maakt inderdaad bewegingen met het blokje. En het doel is om zoveel mogelijk rijtjes vol te krijgen en zo punten te scoren. Nou, wij hebben mensen uitgenodigd om dat voor de verandering eens een keertje samen te spelen. Omdat we ook vooral benieuwd waren naar hoe mensen doen samenwerken in teams. Dat deden ze dus met behulp van de Dance Revolution mat. Dat is eigenlijk gewoon een mat op de vloer met een paar pijlen erop. Dus mensen moesten ook echt een beetje actief aan de slag met hun voeten het spel bespelen. Dus je kon met die voeten zeg maar die blokjes laten draaien dat het goed kan. Ja, klopt. Dus zo bestuurde je echt inderdaad de controles van het spel. En waar zat dan de samenwerking in? Want ik sta dan op dat ding en dan gaat iemand anders roepen wat ik moet doen of hoe werkt het? Het idee is dat mensen dus samen, ze hebben het gezamenlijke doel van zoveel mogelijk punten behalen. Dus dan moet je ook wel samenwerken, want als dat blokje naar links moet... Dan moet degene die het pijltje heeft dat naar links bestuurt ook daadwerkelijk wel naar links. Dus het volumeniveau liep soms nog wel eens op in onze container. Ja, we zien hier even in de praktijk hoe dat werkte. Ja, het is heel grappig dat je het eigenlijk ook al noemt. Van, je kan natuurlijk verschillende strategieën kiezen als je zoiets ziet liggen. Je kan denken, we zetten 1 iemand erop en die gaat lekker alles besturen. Maar wat we vaker zagen wat er gebeurt is dat mensen echt, ieder neemt 1 van de controls, zeg maar. En zoals je hier ook een beetje kan zien met 1 voet erop en iedereen doet een eigen ding. Maar ja, als 1 iemand denkt, ik wil het blokje naar links en de ander die staat, moet dat ook daadwerkelijk doen. Hoe communiceer je dan met elkaar? Dus dat was heel interessant om te observeren ook. Het was heel veel interactie.
En tegelijk natuurlijk ook gewoon ontzettend leuk. Maar misschien ook wel even goed, als we ook even naar die methodologie gaan. Jullie zijn langs een ethische commissie geweest, zoals wetenschappers dat moeten doen. Mag dit allemaal? Het is bijna opgetuigd als een heus RCT, een randomized controlled trial. Niet helemaal zoals het met medicijnen, maar het kwam wel redelijk in de buurt. Kun je daar ook even wat over vertellen? Over onder de motorkap van dit ziet er leuk uit, maar het was ook wel serieus werk. Nee, zeker, want we hebben het natuurlijk over Tetris, maar we zijn allebei onderzoekers op de organisatiecontext. Dus wat we eigenlijk hadden als achtergrond is dat we wilden mensen in teams laten samenwerken zoals je ook met je collega's samenwerkt, maar wel op een leuke manier. Het is natuurlijk wel een Lowlands Festival. En we hadden 3 condities bedacht uiteindelijk. Dus mensen doen wel hetzelfde, ze spelen allemaal Tetris. Voor mensen die niet weten wat inclusie precies inhoudt, is een term die je vaak natuurlijk hoort. Maar hoe wij het definiëren of hoe het in de literatuur ook wordt gedefinieerd, is als je zelf kunnen zijn en ook erbij horen bij het team. Dus we hadden mensen instructie gegeven van wat houdt er nou precies in en hoe kan je ook jouw teamgenoten nou inclusief behandelen. Dus wat zijn echt gedragingen van inclusief zijn naar elkaar? Ja, noem eens één zo'n gedraging om een beetje concreet te bijvoorbeeld houding naar elkaar toe en elkaar in de ogen aankijken bijvoorbeeld. Dus dat is ook dat je aangeeft van hey, ik luister naar jou of er is een verbinding onderling. Terwijl als je juist een beetje, als ik zo zou zitten, dan voel jij je waarschijnlijk niet heel erg included nu. Ik voel me subtiel uitgesloten. Nou, precies. Ja, zo gaat het dus. Ja. Dus dat was een van de condities. En een van de andere condities was de diversiteitsconditie. Dus daar focussen mensen heel erg op. Hoe zijn we nou verschillend van elkaar? En wat zijn onze eigen attributen? Bijvoorbeeld, sommige mensen zeiden, ik ben een teamplayer. En op die manier leer je elkaar een beetje kennen. En de laatste conditie was eigenlijk een soort controleconditie, waar mensen alleen maar met elkaar kletsten over, welke bands heb je al gezien bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is eigenlijk een extra conditie die wil je altijd toevoegen bij wetenschappelijk onderzoek. Ja. Net als bij medicijnen, dat is gewoon een soort controlegroep. En dan die ethische commissie, wat moest hieraan gecheckt worden of dit allemaal wel kan? De mensen moesten dus ook een vragenlijst invullen. Dus zodra je eigenlijk al bij ons, zogenaamd de container, binnenkwam, begonnen we ook al met een blaastest. Nou, dat zijn wel dingen die wil je gewoon langs een ethische commissie laten gaan. Van, is het oké als wij mensen vragen naar een alcoholconsumptie? Alcohol, precies, dat werd getest. En hier zie je hem heel mooi. Dat zijn ook dingen die we willen weten. Van, goh, mogen we dat vastleggen? En daar hebben we gewoon mensen die daar gespecialiseerd in zijn op de universiteit. Die dat ook allemaal heel goed voor ons doen. Dat allemaal netjes volgens de regels verloopt. Wat waren voor jullie bijvoorbeeld nog dingen die je meekreeg van die commissie? Dat je dacht, goeie, hadden we niet aan gedacht. Of hadden jullie alles netjes op orde? Ik denk het merendeel hadden we eigenlijk wel heel goed doordacht. Dat is het voordeel van zo'n groot team hebben. Dan heb je ook genoeg ogen die meelezen. Nou, een paar dingen die zij dan bijvoorbeeld nog meegeven is, check even goed dat je weet hoe dit zich verhoudt tot de organisatiecontext. Waar zijn nou de lessen die we hieruit kunnen trekken? Precies. Nou, dat zijn allemaal dingen die we meenemen nu. Mooi. En jullie hypothese vooraf was dat die inclusieve teams, dus dat eerste team waar je het net over had, die gaan beter presteren dan de diverse teams. Dat was de voorspelling van tevoren, zeg ik het zo goed? Ja, dus we verwachten inderdaad precies, dat mensen. En waarom verwachten jullie dat? Ja, dus we verwachten dat mensen die dus expliciet aandacht hebben besteed aan ook de manier waarop ze samenwerken, dat ook daadwerkelijk beter gaan doen. En wat we ook hebben meegenomen is hoeveel stress mensen ervaren. Dus hoe uitgebrand, opgebrand ze zich voelen op het moment dat ze de container binnenlopen en het moment dat ze weggaan. Nou, je kunt je voorstellen, als je meer aandacht besteedt aan het groepsgevoel, echt iedereen erbij laten horen, dan is onze verwachting dat mensen ook met meer energie weglopen dan wanneer ze bijvoorbeeld helemaal geen aandacht voor elkaar hebben gehad en alleen maar gefocust waren op die dansmat en zoveel mogelijk blokjes op de goede plek leggen. En dan die blaastest hadden jullie ook, dus dat neem ik dan ook mee, de invloed van alcohol. Ja. Mensen zijn inclusiever als ze veel gedronken hebben, of is dat te kort in de bocht? daar heeft iedereen denk ik wel een idee bij. Dus we hebben dat meestal, als je veel gedronken, dan is iedereen leuk. En een beetje broederschap, verbinding. In de kroeg gaat dat er ook altijd wel leuk aan toe. Ja, dus we hebben verschillende verwachtingen. Enerzijds denken we inderdaad dat als je misschien een beetje alcohol op hebt, dat je inderdaad wel positieve effecten gaat zien. Dat je daar inderdaad meer verbonden van gaat voelen. Mm-hmm. Maar wanneer iemand nou echt heel diep in het glaasje heeft gekeken, kan het misschien ook juist de andere kant op gaan. Dat iemand bijvoorbeeld net iets te veel op heeft en dat het juist ook heel moeilijk is om het team op één lijn te krijgen met elkaar. Om daar dat inderdaad aan te vullen, we zagen dat we mochten van 12:00 middags tot 8:00 avonds ook echt werven dan op het terrein. Maar vanaf een uurtje of 5-6 was het wel heel lastig. Dan ligt een omslagpunt en dat zie je neem ik aan ook in de prestaties terug. Ja, zeker. Dan merk je ook gewoon dat het volumeniveau omhoog gaat en dat mensen ook echt wel flink wat moeite erin steken. En wat je dus ook soms merkt, is dat je, want het zijn niet alleen maar groepen met vrienden die we krijgen, het zijn soms ook vreemden die bij elkaar in een team komen.
dan heb je ook wel eens dat de helft van het team al diep in het glaasje heeft gekeken en de helft nuchter is. Ja. Ja, dat wil ook nog wel eens schuren, want als je eens een keer een dronken vriend bijvoorbeeld uit de kroeg mee naar huis hebt moeten nemen, dan weet je dat die niet altijd even soepel meteen luisteren. Precies. Dus dan merk je ook dat dat soort dingen, ook het verschil in alcoholconsumptie, ook nog wel een invloed heeft op mensen. Ja. En het onderzoek is nu klaar, maar de resultaten nog niet, want het moet allemaal keurig verwerkt worden. Daar zijn jullie ook nog druk mee bezig. Morgenochtend gaan we er toevallig weer mee verder. Om 9:00 stipt gaan we weer alle papieren vragenlijsten inscannen met z'n allen en analyseren. Ja, maar misschien ook maar gewoon even, dit is het wetenschappelijke handwerk. Wat betekent dat als je dit morgenochtend gaat doen? Gewoon, er ligt een staat papieren en dat mag je in Excel gaan tikken? Of? Ja, nou, er zat echt een hele organisatie achter, vooraf ook. Ja, stickeren, denk aan de kleuren, stickers, dat soort zaken om een beetje orde erin te scheppen. En ook in de container moesten we nog wel dingen op orde houden. Dus als je nog tijd hebt morgen, Ik wou net zeggen, van harte uitgenodigd. Want hoogleraar hebben hier studentassistenten voor, maar promovendi moeten dit allemaal gewoon... Ja, dit hoort er ook wel een beetje bij. Hoort er bij. Ook gewoon bij. Ja, zeker. En dat geeft je ook wel een beetje feeling van de data, al terwijl je dingen bent aan het lezen, je bent alles handmatig aan het invoeren, en dan vallen je ook al meteen dingen op die je kunt meenemen. In je onderzoek ook. Dus, is er al iets, we houden het hier, maar is er al iets van een scoop, iets van een dingetje? Dus je zegt, nou, een licht resultaat, pin me er niet op vast, we gaan het niet in persberichten zetten, maar iets waarvan je zegt, nou, ik zie wel een beetje naar deze kant op gaan. Ja, er zijn wel een paar kleine dingetjes die opvallen als we naar de data kijken. Dat zijn niet echt ook resultaten in lijn met de hypothese die wij, dus de verwachtingen die we hebben uitgesproken. Maar je ziet bijvoorbeeld inderdaad wat Jamie al zegt, hoe later in de dag, hoe hoger ook de blaastesten, hoe lager ook waarschijnlijk de scores zijn geweest. We zien ook best wel een verschil in scores. Sommige teams scoren echt ver in de 40 punten, andere teams 0 punten in 10 minuten. Dus dat zijn een paar dingen die opvallen. Ik weet niet of jij nog andere dingen hebt. Ja, nee, dat inderdaad. En verder zou het ook nog... Ja, ik wil niet te veel weggeven natuurlijk, maar we zien ook dat het eventueel, zo'n inclusietaak die we hadden bedacht, is erg leuk, maar het is natuurlijk ook deels een cognitieve taak. Het vergt toch best wel wat van je om ook daarover na te denken en met elkaar het gesprek aan te gaan. Dus het zou ook zelfs kunnen dat misschien, we hebben nogmaals niet de resultaten, maar dat het juist ook de andere kant op werkt. Dat mensen hun hoofd vol zit met, hey, hoe moest ik ook weer anderen includeren? Dat ze het misschien ook minder goed doen op Tetris. Ja. Dus het zou zelfs nog de andere kant op kunnen vallen. Maar dat gaan we zien. Dat gaan we allemaal zien. En is daar ook al een plan te maken wanneer dit ongeveer klaar is en wanneer we dan al die resultaten echt gaan zien? We kunnen ze sturen naar je als het heel graag. Laten we dat vooral via de mensen ook van wetenschapscommunicatie natuurlijk doen. Maar ik bedoel meer, wanneer verwacht je dat? Ja, dus altijd onderzoek kan weer langer duren dan je denkt altijd. Maar misschien begin volgend jaar. Hebben liggen. Ja. Morgen is de data in ieder geval gedigitaliseerd. Kijk. Dus dat is de eerste mijlpaal. Vanavond geen brand in Tilburg. Dan hebben we een probleem. Hey, en je vertelde bijvoorbeeld ook je eigen promotieonderzoek bijvoorbeeld over subtiel uitsluiten. Zit je dan, als je hiermee bezig bent, ook al met een half oog zo, hier kan ik ook wel wat dingetjes uithalen? Want dat soort subtiele dingetjes zullen hier ook gebeuren in dit soort climate teams. Nee, goede vraag. Ja, ik had dus ook van tevoren inderdaad ook meegedacht over het idee. En toen dacht ik, uitsluiten op een festival is niet heel leuk. Dus vandaar dat we inderdaad de inclusiekant meer op zijn gegaan. Mm-hmm. Maar ik ga uiteindelijk ook in mijn onderzoek ook naar inclusieve gedragingen kijken. En wat we dus mensen in de eerste conditie hebben laten doen, is ook echt inclusieve gedragingen opschrijven. Dus wat jij al vroeg, geef een voorbeeld van inclusie. Maar dat hebben we dus al die mensen ook echt daadwerkelijk laten doen. Dus daar hebben we een hele mooie database nu met allemaal gedragingen. Dus wat betekent nou inclusie voor iedereen? En daar kunnen we ook zeker wel iets moois van maken. Misschien een paper mee schrijven ook nog. Mooi. Ja. En voor jou eigenlijk dezelfde vraag. Vanuit jouw eigen promotieonderzoek zie je daar ook weer haakjes of dingen waarvan je denkt, nou, dat kan ik ook wel gebruiken, naast dat dit gewoon natuurlijk een hele leuke ervaring was. Ja, want ik doe dus met name overkoepelend onderzoek naar wat organisaties kunnen doen. Dus dan heb je het snel al over dingen als HR-beleid en grote overkoepelende termen. En heel vaak hebben organisaties ook wel behoefte om te weten, ja, maar hoe gaat dat nou concreet eraan toe op de werkvloer? Als ik een training geef over inclusiviteit, wat zijn dan de dingen die ik meegeef aan mijn medewerkers? Nou, stel, we vinden hier nou mooie resultaten die echt bijdragen aan een inclusief klimaat, dat ook positief werkt voor hoe goed teams samenwerken. Ja. Nou, dan zijn dat ook boodschappen die we kunnen teruggeven aan werkgevers. Van, nou, dit zijn dingen, dit zijn voorbeelden van interventies waar je aan kunt denken. Ja, mooi. Hey, en tot slot ook jullie promotoren. Waren die ook hiermee blij? Want ik kan me ook voorstellen dat je eigen onderzoek hier een lichte vertraging van opliep. Of hebben ze dit juist enorm aangemoedigd van, nee, dit moet je gewoon vooral doen?
Nou, binnen ons departement, dan spreek ik even namens onze hele werkgroep, wordt impact echt gezien als een hele belangrijke pijler. En met impact bedoelen we eigenlijk alles wat je als wetenschapper kunt doen om ook in verbinding te komen met de praktijk. Dus dat gaat over het vertalen van je onderzoeksbevindingen naar de praktijk, maar ook over zichtbaarheidsmomenten creëren zoals deze. Dus ik denk dat wij echt onwijs veel steun krijgen vanuit ons departement, vanuit onze Mooi. Begeleiders, maar ook vanuit onze school. Om dit soort dingen op te pakken en juist ook als junior onderzoekers om hier gewoon tijd voor te maken. Mooi. Ja, het is ook heel erg leuk om op die manier ook nog een ander publiek te bereiken. En natuurlijk festivalgangers die verwachten, sommige mensen weten niet dat het ook bestaat. En die komen er langs en denken, hé, wat leuk, dit is ook wetenschap. Ja. Het is een heel andere manier natuurlijk van hoe we het normaal doen. Maar het is wel ook een manier om te verbinden ook met die personen. Ja. En is het ook een van jullie ambities dat bijvoorbeeld straks de resultaten van het onderzoek ook bij die doelgroep terecht gaan komen? Wat hoop je nog meer dat er gaat gebeuren? Ja, dus Lowlands biedt daar ook wel mogelijkheid voor inderdaad. Zij willen ook graag laten zien van nou wat hier dus onderzocht is, dat willen zij ook graag communiceren en weer teruggeven. Ja, en het is ook ons doel inderdaad om het niet alleen in moeilijke wetenschappelijke jargon op te schrijven, maar ook juist weer terug te geven aan de praktijk, zodat we ook op die manier weer impact kunnen maken met wat we hier hebben gedaan. Mooi. Jij nog ambities die je hoopt dat dit nog gaat opleveren of impact niet gaat maken? Daarna ga ik ook weer de zaal in. Ambities, ja, volgend jaar weer zou ik zeggen. Volgend jaar weer naar Lowlands. Ja. En hebben we dan al een idee of moet dat geheim blijven om de slagingskans te vergroten? We willen niet onze beste ideeën weggeven nu, Amber. Ja. Nee, dat is waar. Misschien heeft de zaal nog ideeën voor ons. Dat is ook een goeie. Als u ideeën heeft wat zij op Lowlands kunnen gaan doen, laat het vooral weten. Ik loop hier gewoon weer even rond. Ik ben wederom benieuwd naar wat u hiervan vindt. Of u vragen heeft of gewoon een compliment wil maken of misschien een kritische opmerking, noem het maar op. Wat vond u van het verhaal? Duidelijk. Ja, er zat geen wetenschappelijk jargon in, daar hoeven ze niet bang voor te zijn. Dat was klip en klaar. Ja, zeker. Ja, heel leuk. Heeft u misschien vragen, opmerkingen, kritische kanttekeningen? Nee, nou wel leuk om het zo terug te horen. Als ik zelf ook aan de universiteit werk. U bent een van die mensen die zich bezighoudt met die wetenschapscommunicatie. En dit lijkt me ook typisch zo'n verhaal waarvan je denkt, hey, verrek, daar kunnen we mee naar buiten toe. Hier kunnen we die impact mee maken. Ja, ontzettend leuk. Ja, en in ieder geval al de bevestiging dat je inderdaad alcohol en werk niet zo goed samengaan. Dus dat is daar kunnen we al mee beginnen. Dus ik ben vooral heel erg benieuwd naar de resultaten. En volgens mij gaan we daar nog wel meer van horen. Jullie kennen elkaar als het goed is en dan gaan zeker. We zorgen dat die resultaten ook goed en breed bekend gaan worden. Nog vragen, opmerkingen, verwonderingen? Ja, heel goed. Stel ze vooral. Jullie vertelden dat er dan 3 condities waren. De inclusieconditie en dan dat je juist over gewoon random dingen praat. En dan nog eentje. Maar jullie vertelden ook dat er vriendengroepen waren en vreemden. En ik kan me voorstellen dat als je een vriendengroep bent, dat het heel moeilijk is om dan niet met inclusie bezig te zijn, wat je elkaar heel goed kent. Dus hebben jullie daar rekening mee gehouden in welke conditie je een groepje mensen stopte, zeg maar? Ja, hele goede vraag. We hebben sowieso ook meegenomen in de vragenlijst vooraf en achteraf, alleen achteraf, of ze elkaar ook kenden. Dus hoeveel mensen van je groepje kende je. Dus we weten in ieder geval hoe die verdeling is gemaakt. We hebben niet mensen bewust in condities gedaan die elkaar wel of niet kenden. Juist omdat we het dus willekeurig deden, gaan we ervan uit dat niet de resultaten dusdanig heeft beïnvloed. Maar daar gaan we ook voor controleren in de analyse. Dus we gaan het meenemen. Ja. Mooi, dankjewel. Mooie vraag. Ja, andere vragen nog aan deze kant. Stel ze vooral. Er staan verschillende genres muziek op Lowlands. Dus de volgende vraag is natuurlijk, is het interessant om te kijken op basis van muziekvoorkeuren of daar ook nog verschil in zitten? Ja, hele goede vraag inderdaad. Ja, ik denk, want het is inderdaad wel een heel diverse scala en artiesten dat daar komt. Want er is ook een orkest geweest op de mainstage, weet ik, waarbij mensen echt helemaal losgingen op klassiekers. Dus ik kan me voorstellen dat daar ook wel heel veel verschillen in zitten in de voorkeuren die mensen hebben. En we stonden ook ongeveer naast de mainstage, dus we konden ook meegenieten. En misschien de muziek die opstond op de achtergrond heeft misschien wel impact gehad. Ja, goede vraag. Ja, leuk. Ja, want als ik zo vrij mag zijn, ik zie u een hangertje van een gitaar. Dat zegt iets over uw eigen voorkeur. Ik ben nog niet op Lowlands geweest, maar ik ga regelmatig naar Rockwerchter en Pinkpop. Heeft u dan mogelijk ook vandaar nog een suggestie? Want ze zijn ook nog wel aan het zoeken. We willen volgend jaar weer dat u zegt, nou, dit is dus een mogelijk vervolgonderzoek. Nou, bedankt. Een gouden tip, dankjewel. We zien u volgend jaar. Ja, we zien u graag volgend jaar. Ik zag u ook nog net even overleggen met uw buurvrouw. We hadden het alvast even buiten de orde. Over de symfonie nummer 9 die uitgevoerd is op Lowlands. Ja, ik ben er niet geweest hoor, maar... Daar gingen mensen echt uit hun dak. Ja, heb ik gehoord, ja. Zeker, ja. En nu ik hier toch sta, en I'll switch a bit to English, this is Abby, and you were part of the team, I understood.
We're also wondering, this is about how teams function in the best way. How does this team function? Because sometimes you see that researchers research one thing, but then when it comes to their own reality, it goes completely different. Was that the case here as well, or did you function as a perfect team? Well, I would say we functioned as quite a good team. Quite a good team. Yeah. It was a really nice environment because we're all young researchers, mostly PhDs. Yeah. So we were all kind of figuring out how to run a project like this together for the first time. Yeah. But I think we all worked really, really well together. Yeah. We should all be very proud of what we've done. And what's the key to that solution? Because I can also understand that you, as all scientists, you also have your own ideas. You can be a bit independent sometimes. And then you put 9 of those brilliant minds together. Sometimes that can have big debates as well. Yeah, of course. There were plenty of ideas going around. And you've got to sometimes compromise with that. It helped that we had a base team of a few of us. And then we added more people as we went on. So the core idea came from a few of us. And then, the ideas developed as we came along. Yeah. And everyone contributed great ideas. Yeah. Many lost along the way. Yeah. Also, people lost along the way. No, ideas lost. Oh, no. Ideas lost. Ideas, no people. Okay. And what is your own research about, if I may ask? Of course. So I look at stress at work. So chronic work stress, looking at the physiological effects, so the effects on the body. Yeah. And in the research here, I'm focused on the stress outcome. So how people feel they were stressed in the game and if they feel better or worse with different conditions. Yeah. So you can also use it for your own research, this experiment on Lowlands? Yeah, probably not for my PhD, but it's still very interesting research for me. Yeah. Thanks a lot also. Andere vragen, nog opmerkingen, dingen die u graag wil weten? Loop ik even naar boven, ja. Van waar de keuze voor Tetris? En geen ander spel of zo? Er zijn natuurlijk heel veel spelletjes om te kiezen. Je kan Snake laten doen, maar jullie hebben gezegd, we doen Tetris. Ja, goede vraag. Ja, we hebben dat eigenlijk redelijk willekeurig besloten, denk ik wel. Ja, het is wel echt een van de klassiekers. Dus wat we graag wilden is dat veel mensen het spel al kenden. Dus dat we niet ook nog verschillen hebben in dat misschien een jongere generatie heel bekend is met het spel en een oudere generatie misschien nog helemaal niet. En daarnaast is dit ook wel een spel dat je vanuit beginsel individueel speelt. Dus het is voor iedereen eigenlijk nieuw ook om het in een groepsverband juist te doen. En dat maakt het ook weer even wennen. Voor iedereen zit er dus toch wat herkenbaarheid in van hoe je het speelt. Maar toch ook een nieuw element van, nou, je moet het nu wel samen gaan doen. Dus ik denk dat die twee elementen hier samenkomen en dat het wel een mooie keuze maakte. Ja. Goeie vraag ook, dankjewel. Ja, dankjewel. Andere vragen nog? Laatste ronde, laatste kansen. En anders uiteraard ook bij jullie. Zijn er nog dingen waarvan je denkt, oh, dat wou ik nog kwijt, heb ik niet verteld. En daar is nu wel de gelegenheid voor. Of heb je alles wel eens een beetje kunnen vertellen wat je graag wilde vertellen? Nee, ik denk dat we veel hebben besproken, dus volgens mij niet. Nee. Shout-out naar ons team. Shout-out naar het team, dat gaan we doen. Jullie krijgen een hartelijk applaus. Dankjewel. Dankjewel.